Yo, Nintendo fans! Welkom in Nintendodopia. Want mijn Mintopia is met allemaal Nintendo characters. In de vorige video heb je al allemaal andere Nintendo characters kunnen zien. En hier is de duistere vorst, Mr. Mime! Ja, proberen hier soms iemand de grote held uit te hangen. Wat? Kom dan, Mr. Mime. Geef het gezicht van Goomba terug! Nou, inderdaad, Mr. Mimepie. Oh, dankjewel. Nou, bedankt. Ik hoef het alleen om maar te pakken, toch, nu? Ja. Oh, Mr. Mime zegt ook. Ja, waarom ook niet? Deze muziek, jongen. Deze muziek zegt keihard. Deze game is zo vet. Als je dit ook een leuke game vindt, jongens, doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. Nou, bedankt in ieder geval voor dat Goomba-gezichtje. Oh, hij heeft nog één voorwaarde. Wat dan? Wat dan? Kun je een beetje vechten? Kom dan! Ik vecht deze blob helemaal kaplopt. Met je gele blobhoofd. Oh, wacht even. Het is een gele Goomba. Epic yellow Goomba. Dat oog wat hij hier heeft, jongen. Dat lijkt wel van Zelda of zo. Nou, Mr. Mime zegt tot ziens dan maar. Als iemand het tenminste overleeft. Hij heeft gewoon even een epische gele Bloomba gop. Bloomba gop? Goomba blob naar ons gestuurd. Ja, wat nu? Wat nu? Ik wil jouw gezicht. Kom op. Rick, vechten. De antieke amulet begint te stralen. Dat is goed, toch? Een amulet. Amuletten zijn altijd fijn. Het lijkt zelfs te spreken, hè? Een amulet die kan praten? Wat? Rikachu! Rikachu, kun je mij horen? Ja, jongen, ik kan je horen. Oh, oh, natuurlijk kun jij mij horen. Ho, 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 ik ben de kerstman. Zou het zijn als we nu opeens kerstman tegenkomen? Luister goed, jij kunt mij niet zien, maar ik ben een god. Oh, nou, handig. Een god in een amulet, super chill. Luister goed naar wat ik je ga vertellen. Volgens mij zit je een beetje in de knoei, mijn kind. Heb jij soms wat hulp nodig? Ik kan alle hulp gebruiken, meneer de amulet. Uitstekend, uitstekend. Ik geef je een almachtige kracht. Een goddelijk geschenk. Nu kun je klassen gebruiken. Oké. Gebruik speciale klassen om monsters te verslaan. Kies nu een klasse die je leuk lijkt. Oké. Welke gaan we kiezen? Klassen bepalen je rol in een gevecht. Sommige zijn beter geschikt om te vechten, andere om te genezen. Voor iedere klasse zijn specifieke wapens en kledingstukken. Je kunt je uiterlijk en je kleding later altijd nog aanpassen. Veel plezier met het kiezen van een klasse. Ja, sowieso ga ik niet voor een kok. Ik ga ook niet voor een popster. Als er nou poepster was. Ja. Dan zou ik een goeie zijn. Een dief. Nee, ik ben toch geen dief. Een priester. Of een tovenaar. Of een krijger. Ik denk eigenlijk dat ik gewoon een krijger wil zijn. Geef me een zwaard. Oh, maar wacht. We kunnen wel kijken hoe het allemaal uitziet. Tovenaar. Priester. Oh, wow. Oké. De dief. Die ziet er wel vet uit trouwens. Nee. De kok. Nee. Ja, maar ik ben de held, toch? Nee, we gaan gewoon voor de krijger. Let's go. Ik ben een krijger geworden. Hype. Ik moet die gele Bloomba blob natuurlijk wel even op zijn bakkeroni slaan, hè? Hey, hutsefluts. Lekker. Nou, mooi vogeltje achter mij. Wat doen die vogeltjes daar in de achtergrond? Het is in ieder geval niet slecht, zeg ik. Nee, dat vind ik ook. Het is niet slecht. Oh, daar is hij weer. Oh, oh, je kunt hier de monsters van de duistere vorst wel mee verslaan. Vecht, Rikachu. Laat zien wat jij kunt. Tun, 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 tun. Epische muziek. Daar gaan we. Heen en weer wiebelen gaat je niet helpen, gele blob blauw Goomba vriend. Waarom zeg ik blauw? Hij is helemaal niet blauw. Mini Goomba slime. Aanvallen. Let's go. Sla hem op zijn bakkes. Lekker. 5 HP'tjes eraf. Auw. 2 HP'tjes bij mij. Oh, nog een keer 2 HP'tjes bij mij eraf. Doe eens normaal. Heb ik vaardigheden? Ik heb geen vaardigheden. Ik moet gewoon slaan. Als ik deze battle verlies, dan voel ik me echt heel slecht. Let's go. Het is gelukt. Lekker. We hebben gele bloem, gele bloem, bla bloppie, bloepie. Joepie. Verslagen. Mogen we nu zijn gezicht? Ja, we hebben geen, we hebben bloem. Goomba. Gloomba. In ieder geval, we hebben zijn gezichtje weer terug. Ik heb slijmgelei. Slijmelijgelei. Ah, wel chill. Gaan we nu gelijk uitrusten hier? Ben je nou gelijk moe, Rikachu? Rikka moe. Nou, dankjewel. Dat was een makkie. En dat kind is nu ook in veiligheid. Lekker. We hebben Goombaroni gered, jongens. Het gaat de goede kant op. We moeten terug naar Recruton. Oké. Nou, die is weer veilig. Gaan we eens even kijken bij Goombi. Yay! Met je mooie baard. Goomba is echt zo episch. Hoppakee. Je hebt je gezicht terug, vriend.
Ben je blij? Waar ben je dan? Oh, hier ben je dan. Joepie, ik ben terug. Hype. En de Inkling Girl komt er ook aan. Ach, mijn kleine Goomba. Gaat het nu goed met je? Je hebt je toch geen pijn gedaan? Niks aan het handje, zegt Goomba. Goomba vond het volgens mij wel leuk gewoon op die slijm. Goomba houdt van slijm. Alle kinderen houden toch van slijm? Of is de slijmhype alweer gewoon weg? Is er geen slijmhype meer? Er is geen slijmhype meer, Inkling. Wat een opluchting. Oh ja, zijn jullie blij, saampies? Het is wel een mooie moeder. Ik snap niet helemaal hoe dit heeft gewerkt, zeg maar. Want een Inkling Girl die een Goomba als kind krijgt. I don't know. Maar Inkling Girl is er blij mee. En we krijgen een geschenk. En wat is dat? 200G. Lekker hoor. Oké. En nu. Geweldig. Helemaal geweldig. Oké, Rikachu. Ik heb nog een taak voor jou. Oké, cool. Nou, let's go. De daden van de duistere vorst Mr. Mime zijn niet mis. Hij heeft er een behoorlijk zootje van gemaakt zonder overdrijven. En daarom wil ik je het volgende vragen. Wat wil jij mij vragen? Versla Mr. Mime en red deze wereld. Wil je dat doen? Natuurlijk. Daarvoor ben ik geboren in Nintendo-dopia. Deze krachten helpen je in strijd tegen Mr. Mimekey. Ga nu achter de duistere vorst aan, Rikachu. Ik reken op je. Ho, ho, ho. Faka, het is volgens mij echt de kerst, man. Dat kan niet anders. Waarom zegt hij het? Ho, ho, ho. Yo, wat zit je nou gelijk tegen me aan te lopen, joh? Oh, je bent gewoon blij. Ik ben... Zegt hij nou dat hij de duistere vorst is? Dude! Duistere vorst heeft jou genakt, jongen. Ga je nu net doen alsof je hem bent? Wat ben jij voor een rotkind? Zo kan je niet zijn. Toch, moeder Inkling? Nee, zie je? Die zegt ook, nee, Goomba. Gedraag je. Anders pakt de duistere vorst zijn gezicht weer af. Precies. Hallo, Charmander. Die is nog steeds sad dat Bulbasaur zijn gezicht nog niet terug heeft. En Waluigi, ja. Die zit hier ook maar stilletjes. Oh, kijk, als we op Waluigi drukken, dan kunnen we zien waar we Waluigi kunnen gaan redden. Oh, dat is misschien wel handig. Bulbasaur! Het knappe gezicht van Bulbasaur! Nee, nu kan ze geen lieve woordje meer in mijn oor fluisteren. Dan kunnen we ook zien waar we Bulbasaur kunnen vinden. Nou, Tom Nook, die doet het nog. Maar hij moet de koning waarschuwen, zegt hij. Wie is de koning dan? Arme Impa ook hier, die heeft ook al geen hoofd meer. Waar is Impa's hoofd? Oh, Impa's hoofd is echt ver weg. Die is helemaal bij het kasteel, blijkbaar. En linkse Bakkes, waar is linkse Bakkes? Linkse Bakkes, oh, die, ik denk dat we nu Link gaan zoeken. Kies een Mii voor elke reiziger. Moeten we nu weer reizigers gaan maken? Kiko, die maakt foto's. Quistan, die is de quizmaster. Boudewijn riskeert zijn leven om brieven correct te bezorgen. Hey, kijk, Mariko. Fan van zeker spelletjes maken, vooral geïnteresseerd in Amiibo. En Chef. Hey, maar dan wil ik hier eigenlijk gewoon Mario van maken. Als fotograaf heb ik een rabbit gemaakt uit Mario plus rabbits. Dat leek me wel leuk, want een fotograaf loopt ook altijd helemaal om je heen en een rabbit die springt ook altijd als een goud rond je heen. Als quizmaster heb ik Professor Oak uit Pokémon. Want Professor Oak stelt jou aan het begin van een Pokémon game ook altijd een vraag. Als postbode heb ik Professor Egad uit Luigi's Mansion. Dan wordt Wario de chef in ons avontuur. Hij wordt de kok. Hij is natuurlijk ook best wel een beetje bol, dus ik vond dat wel goed passen bij een kok. Plus de kok moet een blond kapsel hebben, dus dat past ook wel bij Wario. En als Nintendo fan hebben we Rosalina. Best wel leuk met een Mario petje op. En dan is dit de hele groep bij elkaar. Rabbit, Professor Oak, Professor Egad, Wario en Rosalina. Let's go! On an adventure met mijn maten. Oeh, daar staat Rosalina, daar bovenin. De beginnersvlakte. Ja, dit ziet er wel vredig uit hier, hoor. Het ziet er heel chill uit. Hallo, daar ben ik. Mijn naam is Rikachu. En ik ben de held, de reiziger, de ridder. En ik heb honger, blijkbaar. Klopt wel, ik heb ook echt honger. Toe aan eten. Oh, snap. We moeten gaan vechten. Met de epische oogvlinder. Nou. Oké, in de game noemen ze het een rotsmot. Rotsnot, dat zit altijd in je neus. Als je verkouden bent. Rotsnot. Hier, rotsnot. Op je hoofd. Met je snothoofd. Huppa, nog een keer aanvallen. Dikkie bloem, blam, blam. En het is gelukt. Rotsnot is kapot snot. Lekker, we hebben weer oogjes gevonden. Wie's oogjes zijn dit dan? Ho, ho, ho. Ik heb het toch al gezien dat van de monster afvloog. En dankzij jou de eigenaar de deur weer terug. Net als die kleine boef die je hebt geholpen. Kortom, als je een monster verslaat, krijgt iemand zijn gezicht terug. Ja, dan moet je zoveel mogelijk monsters zien ter verslaan. Ik reken op je, Rikachu, ho, ho. Oké, dankjewel, man. Geen idee wiens gezicht dit was. Maar het is super geluk, jongen. En ik ben level 2 geworden. Niveau 2. Hatse flats ironie. Lekker, man. We zijn sterker. En ik heb vlinderhoning. Als het maar geen snot is.
Ik moet in ieder geval nog sterker worden van mezelf. Ja, vind ik ook. Ik moet zeker sterker worden van mezelf. Je moet altijd sterker worden. Oh nee, twee rotsmothoofden. Onze held zit in de knoei. Wat gaat er nu dan gebeuren? Kan ik ze allebei tegelijk pakken, de rotsnotjes? Ik kan dit niet hoor. Tuurlijk wel, Rikachu. Dude, je kan dit gewoon. Je bent level 2 geworden, jongen. De stem zegt dat we weer in de problemen zitten. Ze zitten en dan gaat de hulp sturen. Abracadabra, hasta cabalifto. Kies een meme met wie je wil reizen. Echt? Moet ik nog een meme maken? Oké. Daarvoor maak ik Prinses Zelda. En dan een beetje de versie van Breath of the Wild. Dus met de blauwe kleren. Het is alleen jammer dat haar kapsel er niet echt in zit. En deze vond ik dan het beste passen. Daar is ze hoor, Zelda. Zelda is aardig. En haar klasse is natuurlijk de tovenaar. Let's go! Oké. Ziet er niet zo cool uit. Priester? Dief? Nee, popster? De kok dan? Weet je wat? Zelda is gewoon de popster. Let's go. Hoppakee. Ik ben Zelda, een aardige popster. Ja hoor, let's go. Gaan we even samen met Zelda hier aan de slag. Hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Ah! Let's go, Zelda. Wij gaan dit even samen fixen. Even samen deze twee rotsnotjes kapot maken. Yeah, battle. Aanvallen. Hoppakee, lekker hoor, Zelda. Die pakt ze gewoon even allebei tegelijk, joh. Heel sick. Heel sick. Oké, Zelda krijgt wel klappen. Hé, je gaat niet Zelda slaan, hè? Je laat die vrouwen met rust, toch? Hoppakee. Zo doen we dit samen, jongen. Ik maakte me even zorgen. Oh, maakte me niet heel erg zorgen, hoor. En het is gelukt. Lekker, Zelda. Bedankt voor je hulp. Dus jij wil de wereld gaan redden, hè? Ja, en ik kan jouw hulp daar wel bij gebruiken, Zelda. Wil je me helpen? Dat is toch ook wat jij normaal doet in het leven? De wereld redden? Oh nee, dat doet Link altijd voor je. Laten we doorgaan. Zelda heeft zich bij me aangesloten. Woep, woep, woep. Oh, dus jullie hebben het er levend vanaf gebracht. Natuurlijk, joh. Zelda en jij worden zeker en vast goede vrienden. Hoe dieper jullie vriendschap is, hoe krachtiger jullie worden. Goede reis. Oh. Dankjewel, Kerstmanus. Nou, we zijn er bijna. En Zelda die wil even chillen. Die heeft geen zin meer. Oh jee, dit gaat helemaal fout. Hé, er ligt hier iets op de grond. Een banaan. 1 HP banaan. Nou, dat is altijd handig. Donkey Kong komt ook helpen, jongens. Hij heeft even een banaantje gegooid. Goed gedaan, Zelda. GG. Zelda wil wat nieuwe kleren. Ja, die hebben we nog niet. We hebben nog geen nieuwe kleren, Zelda. Hé, wacht even, Zelda. Hier, neem een banaan. Oh, je mag alleen de helft. Ik eet zelf ook de helft op. Ja, nee, eerlijk zullen wij alles delen. Lijkt me ook een beetje gek als ik zomaar haar mijn banaan zou geven of zo. Oké, let's go. We gaan door. Zo gaat die goed. Rikachu blijft me verbazen. Oh nee. Battle tegen een rotsnot en een gnoompie. De gnoom is even lekker aan het plempen. Nou, we gaan even aanvallen. We gaan eerst de rotsnot even verslaan, Zelda. Hoppakee, in één keer. Zelda is aan de beurt. Die doet gewoon lekker zelf haar ding, jongen. Ze doet het zelf daar. Gnoompie, hier. Pak aan, jongen. We gaan lekker, man. We gaan keihard. Dat was het al. Oh, ik wil een hond. Ik wil geen hond. Ik wil een kat. Wat lig jij, Rikachu? Ik wil altijd een kat. Nou, honden zijn ook leuk, hoor. Wat beleven we nou weer? Rikachu is moe. Zelda is ook moe. Die is ook bijna kapot. Wacht, wat is dat? Wat is deze? We hebben een herberg gevonden. Een herberg, kom op, dan kunnen we uitrusten. Woep, woep, daar hebben ze vast ook een lekker zwembad. Nou, laten we het hopen dat ze daar een lekker zwembadje hebben. We hebben een herberg gevonden. Super chill. Hey, hops en flops. Hallo, mogen wij slapen in uw herberg? Tijd voor jullie twee om een kamer te kiezen. Als twee personages een kamer delen, wordt de relatie steeds beter. Hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe meer ze elkaar in de strijd zullen helpen. Stop ze samen in de kamer en kijk hoe de relatie ontwikkelt. Oké, let's go. We gaan lekker hier samen chillen. Moeten we in de woonkamer samen? Kunnen we samen in deze kamer? Ja, oké. Hallo. Oh jee. Word ik verliefd op Zelda? Ik word gewoon niet verliefd op Zelda. We kunnen hier van alles en nog wat doen. We kunnen hier geld uitgeven. Nieuwe wapens, nieuwe kleren, eten. Oh, het is nog veel te duur. Nou, hier kunnen we lekker eten. We kunnen voor het team zorgen. En we kunnen zelfs spelletjes spelen. Ik heb alleen nog geen tickets om spellen te spelen. Maar dit lijkt me best wel grappig. We kunnen ook lekker eventjes gaan eten. Eten dat je onderweg vindt kun je aan teamleden geven. Met iedere maaltijd verbeteren de statistieken voor je team een beetje. Kijk, dat is lekker. Geef ze dus naar elke etappe van de reis allemaal flink te eten. Overigens, hoe lekkerder ze het eten vinden, hoe meer hun statistieken krijgen of stijgen. En als we teamleden het eten niet lekker vinden, zullen we niet heel veel voortgang zien. Maar als je ze een lievelingseten geeft, dan worden ze snel sterker. Maar hoe weet ik nou wat een lievelingseten is? Ik denk dat ik gnoomham wel lekker vind. Dat verwacht ik wel. Nom, nom, nom. Oh, ik vond het niet lekker. Zelda, vind jij vlinderhoning chill?
Oh ja, Zelda is erg tevreden. Kijk, dat is top. En dan hebben we nog slijmgelei. Of gelei. Daarmee gaat de HP omhoog. Zullen we die lekker zelf even opfroten? Kijk, ik ben ook erg tevreden. Hoppla! Nou, ik heb alleen nu geen eten meer. Dat was het. Ik heb het idee dat ik alleen maar toetjes heb gegeten. Hé jongens, jullie willen heel vaak langere video's. Alleen ik moet nu echt weg. Dus ik heb geen idee hoe lang deze video gaat worden. Maar dit is hem. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RicketU. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!